Ik ga je in deze video iets uitleggen over het doen van onderzoek. En met name de onderzoeksvragen komen aan bod. En wat die te maken hebben met de taxonomie van Bloom. Dus ik ga uitleggen ook wat de taxonomie van Bloom is. In een afstudeerhandleiding op een hogere beroepsopleiding staat de volgende tekst. En het gaat over afstudeeronderzoek. Een deel van de onderzoeksvragen moet de eerste drie niveaus van de taxonomie van Bloom, namelijk kennen, begrijpen en toepassen, overschrijden, zodat het niveau van analyseren en kritisch denken gedemonstreerd wordt. Dus kennelijk, als je de taxonomie van Bloom neemt en je zit in de hogere niveaus, Bloom kent er zes niveaus, dan zit je op een niveau waarmee je iets kunt demonstreren. Dat geeft iets aan van hoe diepgaand jouw onderzoek is, in dit geval. Nou, eerst maar eens even, wat is een taxonomie? Een taxonomie is dat je iets indeelt in groepen. Dat komt uit de biologie. Dieren kun je in groepen brengen, maar hier worden dus manieren van denken worden in groepen ingedeeld. Dus taxonomie betekent in groepen indelen. En wat is dan Bloom? Dat is niet iets, maar dat is iemand. Benjamin Bloom, hij is inmiddels overleden. Hij was een Amerikaanse onderwijspsycholoog en heeft hier dus kennelijk over gepubliceerd. En hij heeft zes niveaus van leerdoelen heeft hij bedacht, van denken, van informatie verwerken. En die gaan we in het volgende uitleggen. Ik begin daarmee met iets wat ik op de website van talentstimuleren.nl heb gevonden. Een mooi plaatje, dat plaatje heb ik gebruikt in deze video. En we gaan van onder naar boven gaan we de niveaus van denken van Bloom gaan we bespreken. Nou, het laagste niveau is, en ik ga dit straks verder uitdiepen, dus ik ga per niveau nog weer een nieuwe dia eraan wijden, zes extra dia's aan het eind. Dus het eerste niveau is het onthouden, dat is het laagste niveau. Vervolgens is het begrijpen van informatie. Dan is het nog een niveau hoger, ingewikkelder, moeilijker is het toepassen van informatie. Het analyseren, dus het informatie opdelen in stukken en dergelijke. Het evalueren, motiveren of rechtvaardigen van een besluit wat je hebt genomen, controleren enzovoort. En het creëren van nieuwe ideeën. Dus de niveaus die hierin zitten gaan van onthouden tot en met creëren. En die hebben een nummer gekregen en dat afstudeeronderzoek waar ik het zojuist over had, die afstudeerhandleiding die vond dus kennelijk dat je voor een aantal vragen in de hoogste drie niveaus van de Bloom's taxonomie moet zitten. Dus analyseren, evalueren en creëren. Ik ga ze nu stuk voor stuk bij langs. Ik begin bij onthouden. Taxonomie van Bloom, onthouden. Rechts zie je dat plaatje wat ik je net ook heb laten zien in de vorige dia. En je ziet dat onthouden, dat is weergegeven met een soort symbool van een hersenpan. Je stopt iets in je hersenpan en het enige wat je kunt doen is het herinneren of reproduceren. Bijvoorbeeld, je weet Assen is de hoofdstad van Drenthe of je kunt een kinderversje zingen. Dat is feitelijk wat je doet als je het onthoudt. Nou, als je onderzoeksvragen wil definiëren, dan moet je dan vervolgens werkwoorden gebruiken die te maken hebben met de lijst die je hier ziet staan. Ik ga ze niet steeds elke keer per stuk bij langs. Maar als je het hebt over ik kan iets opsommen, ik kan iets herkennen, ik kan iets benoemen, ik kan iets navertellen, ik kan iets beschrijven, ik kan iets reproduceren, dan betekent dat dat je op het laagste niveau van de taxonomie van Bloom zit. Bloom zegt je kunt je iets herinneren en reproduceren en de werkwoorden die in het blauwe vak staan, die hebben daarmee te maken. Dan komen we bij het volgende niveau, dat is het niveau begrijpen. Dat is een niveautje hoger. Je ziet dat is een hersenpan, een hersens met een vinkje er doorheen, dus kennelijk gaat dat ietsje verder. Je probeert niet alleen te reproduceren zonder dat je het begrijpt, maar nu ga je het ook begrijpen. Je kunt informatie uitleggen of je kunt het samenvatten. Bijvoorbeeld, je kunt uitleggen waarom een werkwoord als worden, ik word, hij wordt in het ene geval met een D en het andere geval met een DT wordt uitgerust, wordt geschreven. Nou, werkwoorden die behoren bij het beschrijven van dit niveau zijn, je kunt het begrijpen, je kunt het aangeven, je kunt concluderen, je kunt formuleren, samenvatten enzovoort. Als je de details wilt
bekijken, zet even de video stil, dan kun je dit lijstje helemaal even voor jezelf controleren. Het derde niveau van de taxonomie van Bloom is het toepassen van informatie. Dus niet alleen kennen, maar weten hoe iets is, maar begrijpen, maar je gaat er ook nog iets mee doen, toepassen. Hey, dat wordt weergegeven met een sleutel, een gereedschap, zeg maar. En je kunt informatie gebruiken in een nieuwe situatie om een probleem op te lossen. Dus je gaat er iets mee doen. Nou, voorbeeld is, je kent niet alleen de stelling van Pythagoras, misschien weet je hem nog, a² plus b² is c². Hey, iedereen die wiskunde heeft, kan hem opnoemen. Maar je kunt hem ook nog toepassen, bijvoorbeeld voor het uitrekenen van de lengte van een lijnstuk. Werkwoorden die bij dit niveau horen zijn toepassen, demonstreren, iets aanpassen, je draagt bij aan, je berekent iets, je werkt mee, enzovoort. Dat is het niveau 3, toepassen. Het vierde niveau is het niveau van analyseren. Je ziet, daar heb je aan de rechterkant van het beeld heb je daar een loop voor nodig, want je gaat het wat beter allemaal bekijken. En analyseren is, je kunt informatie systematisch onderzoeken en door logisch redeneren kun je dat met elkaar in verband brengen. Dus er zit logica achter, er zit systematisch onderzoeken in. Dus je gaat, het woord zegt het al, analyseren. Je gaat kijken, wat heb ik nou eigenlijk gevonden? En daar doe je iets mee. Analyseren is een actieve vorm van het bestuderen van je informatie om te kijken naar patronen en dergelijke. Bijvoorbeeld, je zoekt naar fouten in een ontwerp. Je zoekt naar fouten in een computerprogramma of een werkwijze. Of bijvoorbeeld een arts die een diagnose stelt en die ook een analyse uitvoert van de situatie van zijn patiënt. Werkwoorden die hierbij horen zijn ordenen, indelen, vergelijken, afwegingen maken, alternatieven bestuderen en bedenken, argumenten verzinnen enzovoort. Dus analyseren is niveau 4 en weer een stapje hoger. Dan komen we bij niveau 5. Dat is het niveau van evalueren. Bij evalueren kun je informatie beoordelen. Dus je kunt de waarde van informatie kun je inschatten. Er is natuurlijk heel veel informatie beschikbaar op internet en dergelijke. Maar je kunt ook nog een inschatting maken van hoe waardevol is die informatie. Klopt die wel? Kan die wel kloppen? Je kunt informatie van anderen beoordelen, maar je kunt ook je eigen informatie of je eigen werkwijze ter discussie stellen. Bijvoorbeeld, wat ging er goed, wat ging er fout in mijn onderzoek? En wat ging er goed of wat ging er fout in mijn werk? Dus evalueren is nog weer een stapje hoger, want dan moet je namelijk een overzicht hebben van wat er zich heeft afgespeeld. Voorbeelden van werkwoorden die in dit verband gebruikt kunnen worden bij het formuleren van dit niveau is het beoordelen, evalueren, reflecteren, commentaar geven, adviseren, beoordelen enzovoort. Dus dat is het niveau van evalueren. Het hoogste niveau van de taxonomie van Bloom is het creëren. Je ziet dat aangegeven met een lampje. Je zou kunnen zeggen uitvinden. Een lampje, er gaat mij een lampje op. Dat zie je wel eens van, dat betekent dat je iets hebt bedacht, iets nieuws. En dat is het niveau van creëren. Je hebt dan de vaardigheid om met de kennis en het begrip wat je hebt opgedaan nieuwe oplossingen en nieuwe producten of nieuwe ideeën te maken. Dus het gaat een stap verder weer. Niet evalueren, maar je gaat er iets mee doen. Je gaat iets nieuws mee doen. Iets wat anderen nog niet hebben bedacht. Of in ieder geval iets wat jij nog niet weet. Je gaat opnieuw informatie, kennis construeren, maken opnieuw met datgene wat je hebt aan ervaring. Bijvoorbeeld, je bedenkt nieuwe ideeën, oplossingen en producten op basis van jouw ervaring en kennis. Of je voorspelt iets. Iets wat er ook nog niet was, maar je doet een voorspelling over het een en ander. Maak gebruik van je kennis. Werkwoorden die hiervan van belang zijn, zijn creëren, het maken, het combineren van zaken. Iets vanuit het ene vakgebied naar het andere vakgebied brengen, van de ene situatie naar de andere situatie. Ontwerpen van iets, het ontwikkelen van iets nieuws, het voorspellen, het oplossingsbedenken en ook het uitvinden van iets. Dat is het hoogste niveau van de taxonomie van Bloom. Nou, dan zie je hier nog een keer het overzicht van al deze niveaus van de taxonomie van Bloom. Onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. En zoals gezegd, in het afstudeeronderzoek op de betreffende hogeschool waar ik in het begin naar verwees,
Daar vond men dat een aantal van de onderzoeksvragen die studenten moeten beantwoorden tijdens hun afstudeerperiode, dat er een minimaal aantal zich moet bevinden op niveau 4, 5 en 6. En dat is natuurlijk ook wel vanzelfsprekend. Een HBO-opleiding is 4 jaar en een afstudeeronderzoek is vaak om aan te tonen ook dat een student bepaalde vaardigheden bezit. Nou, dat is in dit geval is dat dan bewezen als je inderdaad op niveau 4, 5 en 6 zit. In de laagste niveaus, bijvoorbeeld het onthouden van iets, is natuurlijk in een onderzoeksrapport nauwelijks of niet relevant. Nou, dit was de uitleg over de taxonomie van Bloom en hoe dat in relatie is met onderzoeksvragen. En ik hoop dat je er wat aan had.